Als mensen mij een berichtje sturen van ja, of ze een shoot willen, dan spreek ik met hun locatie af en datum. En meestal baseer ik de locatie op de omgeving waar zij ook vandaan komen. Ik sta het model voor de lens en dan geef ik gewoon aanwijzingen van hoe ik haar erop wil hebben. En vooral ook of ze me aankijkt in de kamer of juist dat ze wegkijkt. En dat vind ik heel belangrijk dat dat gewoon goed naar voren komt. En dat ze het heel leuk heeft. Ja, we hebben vandaag dus een mailshoot gehad. En dat vond ik een superleuk idee toen ik het zag op YouTube in een filmpje van een andere fotograaf. En toen dacht ik van ja, ik ga het gewoon proberen. In mijn foto's heb ik veel licht zitten. Ik vind het gewoon mooi als je zo'n dromerige sfeer hebt. En vooral veel lichteffectjes zet ik altijd in. En ik denk dat dat wel een beetje typerend is van hoe ik werk. En dat zie ik wel aan mijn foto's achteraf dan. Ja, ik denk dat je daarmee wel mijn stijl herkent van het fotograferen. Dat maakt het ook heel bijzonder.